In een woning aan de Herman Kosterstraat in Den Haag heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. Reporter Donnie Wassenaar was als eerste ter plaatse en heeft met gevaar voor eigen leven deze beelden vastgelegd. De bewoners van naastgelegen woningen zijn tijdelijk opgevangen door de brandweer. Hun huizen worden gecontroleerd op koolmonoxide. Koolmonoxide is een levensgevaarlijk en geurloos gas wat zich kan verspreiden na een woningbrand of bij een defecte ketel. Volgens de brandweer is er niemand bij de brand gewond geraakt. Er was veel politie en brandweer op de been.